Tessa Oltenhoff, 13 jaar oud en een pupil van Danielle. Ik doe dat samen met mijn pony Blondie. En mijn ultieme droom is om op de Olympische Spelen te rijden. Danielle Kok, professioneel ruiter en trainer van paarden in de dressuur en de springsport. En ik coach en begeleid pupillen die graag hoog in de sport willen komen. Ik was 2 jaar oud en zag toen een wit paard in de weiland staan en ik zei tegen moeder, ik wil op die sneeuwbal rijden. En dat heb ik 5 jaar lang volgehouden en toen ik 7 was mocht ik eindelijk gaan paardrijden. Vroeger heeft mijn moeder ook nog paarden gehad, maar daar had ze nooit eigenlijk iets over verteld, dus ik ben er wel echt zelf mee gekomen. Ik ben op dit moment 13 jaar oud en zit in de eerste van MAVO. Ik heb voor de rest niet nog andere hobby's dan paardrijden. Mijn allereerste paard was Verona. Die heb ik gekregen voor kerst. En die doe ik samen met mijn moeder. Die hebben we nog steeds. En mijn allereerste pony was Sterre. Ik was bijna 8 toen ik Verona kreeg. En ik was 8 toen ik Sterre kreeg. Met Sterre kreeg ik 2 keer per week les. En nu doe ik samen met Blondie 4 tot 5 keer per week les. Wat paardrijden voor mij is echt een soort uitlaatklep, want ik ben iemand met heel veel energie. Vroeger is ook heel mijn tuin volgebouwd met allemaal trampolines, allemaal speelmaterialen, dat ik me maar bezig gehouden werd, want anders word ik echt een heel irritant kind en heb ik te veel energie dat ik nergens kwijt kan en met paardrijden kan ik toch alles soort kwijt. Ja, en Blondie is echt mijn beste maatje. Ik ga vandaag een L2-proefje rijden samen met mijn pony Blondie. Ik ben op dit moment bezig met de B, waardoor het L2 wel iets hoger is. Maar we zijn er wel al voor aan het trainen. De reden waarom ik nog in een B rij is omdat ik mezelf heel erg druk maak om wat andere mensen van me vinden als ik op het moment een proefje aan het rijden ben. Omdat natuurlijk bijvoorbeeld bij Daan is me al heel lang aan het trainen en dan wil ik het bij het proefje net zo goed doen als dat ik het tijdens de les doe. En dat lukt me eigenlijk bijna niet, waardoor het heel lastig is om een proefje goed te kunnen rijden. Dus ik ben benieuwd hoe het vandaag zal gaan. Tess, je bent lekker aan het instappen. We zijn de laatste 2 jaar samen hartstikke goed aan het trainen. We hebben heel veel gewerkt aan de basis. Je hebt nu 2 keer heel goed in het B gestart met hele mooie punten. Wat gaan we vandaag doen? We hebben een tijdje geleden een doelengesprek gehad. Wat zijn onze doelen voor 2021-2022 om het L2 te bereiken, om het L2 te rijden en misschien het L2 uit te rijden? Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een keer de L2-proef doorrijden om te kijken hoe dat gaat. Eigenlijk even als een soort nulmeting, dat we gewoon de L2-proef rijden, kijken hoe dat gaat en kijken waar nog extra werk voor ons in zit, waar we het aankomende jaar aan moeten gaan werken. Waarom heeft het de afgelopen 2 jaar geduurd om in het B te starten? Jullie zijn allebei nog jong, dus jullie zijn ook elkaars leermeester. Voor een jong paard, eigenlijk voor elk paard, vind ik het heel belangrijk dat hij werkt vanuit zijn eigen balans. Dat hij dus niet loopt omdat we hem in een houding werken, maar heel erg mooi vanuit zijn eigen lijf en vanuit zijn eigen balans. En het is natuurlijk zeker heel belangrijk dat je niet alleen maar heel serieus keihard aan het oefenen en aan het trainen bent, maar dat er ook ruimte is voor lol en leuke dingen. En dat we zo spelenderwijs naar de top gaan. Je duimen mooi bovenop, Tess. Ja. Duimen bovenop. Ja, mooi. Goed zo. Dus geef je hulp aan en toch steeds blijf je een beetje een duwende beweging naar de mond houden. Goed zo. Niet. Je linkerbeen mooi lang, je schouders mooi omhoog. Goed zo. Maak jezelf mooi lang. Heel goed. En hierin mag je zelf een keer ietsje trager licht rijden. Ellebogen mooi aan je zij. Maak jezelf mooi lang en probeer jezelf mooi uit te rekken. Mooi recht houden tussen je kuiten, recht houden tussen je kuiten en weer opnieuw. En let heel goed op voor jezelf als je hand te veel op je zadel komt, dat je dan je teugel ietsje korter maakt. Dus dat je hand mooi voor het zadel kan blijven. Blijf jezelf mooi uitrekken vanuit je kuit, steeds de hulp herhalen en weer ontspannen. Nou, een paard gaat altijd het mooist zijn lichaam ontspannen als hij een stukje gegalopeerd heeft. Dus doe zo maar een stukje galopperen. Heel mooi voorbereiden. Dus niet als ik zeg galoppeer, galoppeer je direct aan. Maar je mag best even zoeken dat de draf ietsje beter voor elkaar is. Dat ze ontspant. Heel erg mooi. Lekker zitten. Maak je linkerbeen mooi lang. Daar. Span je buik, je onderbuik mooi aan. En je onderrug is los. Die volgt haar beweging.
Goed zo. En dan ga je zo weer een keer op zoek naar allebei je zitbeenknobbels, ook in die galop. Mooi aan twee teugels. Steeds je hulp herhalen en even ontspannen. Je hulp herhalen en even ontspannen. Goed. Goed. Twee teugels. En adem zelf een keer mooi uit, hè Tess? Corrigeer je hulp. Kijk of je je ellebogen mooi aan je zij hebt. Allebei je duimen bovenop. Goed zo. Je geeft je hulp en je duwt weer een beetje die teugel naar voren. Heel goed. Zo je overgang naar de draf. Zelf een keertje diep doorademen. Goed zo. Blijf mooi op je linkerbeugel steunen. Heel goed. Ook hier, hè? Dus niet te veel die teugel naar je toe. Maar blijf mooi naar haar mond toe denken. Vanuit je kuit naar haar mond toe. Even voelen. Als je spanning krijgt, zelf ook even een keertje mooi doorademen. Hè? Goed. Gaan we zo van hand veranderen, Tess. Kies een mooie plek. Bedenk hoe je het wil. Ietsje trager, lichter rijden als ze tempo overneemt. Ze heeft hele goede energie, maar dat het niet te gehaast wordt. Mooi dit. Goed zo, Tess. Zo ook weer een stukje galopperen. Voel dat je ellebogen mooi bij je lijf zijn en dat je ellebogen mooi los zijn, hè? Maak jezelf mooi lang. Ja, wacht maar totdat ze ontspant. Zo, ja. Goed zo. Hartstikke goed, Tess. En weer lekker zitten. Volg de beweging van de rug. En ontspan. Geef niks. Geef niks. Zo, ja. Ontspan jezelf. Ontspan jezelf. Geeft helemaal niks, Tess. Dus als het even minder goed gaat, dan is dat helemaal niet erg. Hè? Neem dan gewoon even de tijd om het weer voor elkaar te maken. Ook voor jezelf. Mooi recht houden. Twee teugels. Weer even allebei je duimen bovenop. Dat je ellebogen weer bij je lijf komen. Goed zo. Traag licht rijden. Dus in je eigen energie weer een beetje de rust maken. In je eigen energie weer de rust maken. Als we hem alleen maar tegenhouden, gaat hij niet langzamer van. Echt zelf mooi die ontspanning maken. Goed zo. Goed zo. Twee teugels. Twee. Ja, mooi. Blijf je hulp herhalen. Hele goede overgang. Zo, lekker zitten. Corrigeren en weer op de eigen benen. Corrigeren. Maak het er dan ook moeilijk, hè? Dat je zegt, zo, doe het maar zelf. Ik corrigeer je en doe het maar weer zelf. Zo, ja. Zo, toch zelf een keertje sneller loslaten. Goed, zo. En voel bij jezelf, heb je even een keertje mooi uitgeademd? Ben je zelf ook mooi ontspannen? Goed, zo. Hartstikke goed. Ja, geef niks, blijf rijden. Goed, zo, blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden. Blijf rijden. Zo, ja, neusje omhoog, neusje omhoog, neusje omhoog. En toch even doorblijven. Misschien hebben ze het wel gewoon even nodig. Hebben ze een beetje te veel energie gekregen van de week? Zo. Corrigeren en weer los. Corrigeren en weer los. Dus een beetje remmen, remmen, los. Remmen, remmen, los. Remmen, remmen, los. Remmen, remmen, los. Zo. Heb je hem een keertje losgelaten? Zo. Ja, goed zo. Goed zo. Remmen, remmen. En toch weer even luchten. Schouders mooi los. Daar. Daar. En een beetje doorzitten alsof je een stuiterbal ben, hè? Of dat je een basketbal aan het, ja, hoe noem je dat, stuiteren ben. Goed zo. Oké, als het fijn is, galoppeer daaruit aan. Wel met die linkerduim iets naar buiten. Ja, dan heb je namelijk meteen je linkerarm mooier. Goed zo. Hele mooie overgang. Kijk, dit is een beter galopje zo, hè? Ja. Zo, corrigeren en weer los. Corrigeren en weer op de eigen benen. Corrigeren en weer op de eigen benen. Goed zo. Goed, en zelf even ontspannen, hè? Even los. Maar blijf ook op het rechte stuk mooi corrigeren en op eigen benen. Corrigeren en op eigen benen. Corrigeren en op eigen benen. Goed zo. Goed zo, hartstikke goed. Corrigeren en op eigen benen. Linkerduim weer mooi naar buiten. Goed, dus je moet constant ook zelf af en toe even naar je handen kijken. Dat je even zegt, oh ja, hoe zijn mijn handen ook alweer? Zo, heel goed. Oké, rij je zo je overgang naar de draf. Maak jezelf mooi lang. Adem mooi uit. Goed zo. Corrigeer en weer luchten. Zo, ja, mooi op de eigen benen. Goed zo. Heel erg goed. Even een keer in de draf een tempowisseling maken. Denk aan verruimen. Niet aan versnellen, maar aan verruimen. En weer langzaam licht rijden. Weer terug, omdat je trager licht rijdt. Goed. En weer naar voren, omdat je daar vanuit de bovenkant van je kuit haar achterbenen naar voren duwt. Of drijft. Goed zo. Laat ze niet de bocht afsnijden. Zo. Ja, goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. En hier ga je je overgang naar de draf maken.